Wilfred van Leeuwen, gefeliciteerd. Een knappe overwinning. Ja, ik denk ook een zwaar bevochten overwinning. Het kon een beetje beide kanten op. Het was ook, denk ik, ook voor de buitenkant wel een spannende wedstrijd. Nou, we hebben een aantal dingen heel goed gedaan en aan het eind met name op karakter de overwinning eruit gesleept. Nou, inderdaad, op karakter wat mij opviel, heel mannelijk, heel volwassen gespeeld. Slim in sommige duels ook. Nou, het had voor mij nog wel iets volwassener gemogen in sommige duels. Maar goed, daar hebben we het van tevoren natuurlijk over gehad. Als je wedstrijden tegen dit soort ploegen speelt als jongens, dan ga je als jongens eraf. Dus het stukje mannelijkheid wat wij in de ploeg hebben, dat moet je dan ook gebruiken. En ik vind dat we dat prima hebben gedaan. In hoeverre leeft het binnen de ploeg dat afgelopen maart hier nog met 6-0 werd verloren? Dat was toch wel een redelijke afgang? Ja, ik heb de jongens er wel over gehoord, maar ik heb daar zelf niks over gezegd. Want ik ben er niet bij geweest. En ik hoef ook niet te weten hoe dat tot stand is gekomen. Maar leeft dat gevoel van revanche dan binnen die ploeg? Nou ja, ze hebben het er wel over gehad in de kleedkamer van tevoren. Ja. Dus dat zal best wel een stukje meegespeeld hebben. Ongeslagen, waarvan 2 overwinningen en 1 gelijkspel. Hoe tevreden ben jij tot nu toe met het spel van jouw ploeg? Nou ja, ik moet zeggen, ik had met Joël nog eventjes erover net. We maken kleine stapjes. En dat Tillema. Ja, en daar gaat het om. Weet je, tegen Almere City hadden we het na 60 minuten moeilijk. Tegen Maassluis na 70 en vandaag na 80 moesten we even bijpompen. Nou ja, dat heb ik van tevoren allemaal aangegeven hoe dat in zijn werk gaat. Dus ik ben over hele grote delen van de wedstrijd wel goed tevreden. Met name over punt 1 hoe we verdedigd hebben, maar ook... Waar het bij mij eigenlijk altijd wel om draait is hoe we zelf aan de bal hebben gespeeld. Dus we gaan de goede kant op. Met name in de eerste helft heel veel dreiging van Jong Sparta, genoeg kansen. Heb jij in de tweede helft nog het gevoel gehad dat ze terug zouden komen? Ja, je weet het nooit. Weet je, als een bal verkeerd valt voor ons en ze schieten binnen, dan aan de andere kant heb je zelf ook een aantal vind ik, mogelijkheden gehad om het iets scherper en beter uit te spelen voor de goal van hun. Want als je 3-1 maakt, is het natuurlijk klaar. Dus ja... Wat ik zeg, het was voor het publiek denk ik een spannende wedstrijd. Omdat zij hebben natuurlijk ook een paar goede spelers waar dreiging van uitgaat. Maar goed, aan het eind moet ik wel zeggen dat ze niet heel veel hebben gecreëerd in de tweede helft. Dankjewel. En gefeliciteerd. Dankjewel.